Eén gast. Twee interviewers. Dit is 2 tegen 1. Bestuurders, kunstenaars, ondernemers, sporters, politici. Ze zitten allemaal aan tafel bij Smalen en Van Geffen. Welkom bij 2 tegen 1. Zoetermeer leeft toe naar de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart. En meer Zoetermeer doet dat middels gesprekken met verschillende lijsttrekkers. Vandaag met Frank Speel, de lijsttrekker van het CDA. Hartelijk welkom. Ja, dankjewel. Meneer Speel, ik sloeg vorige week het Streekblad open. Ik hoefde niet eens open te slaan, want op de voorpagina zag ik u met een schort om. En een onduidelijk prutje eten. En er stond boven, bijkomen achter het fornuis. Hoort dat nou bij de verkiezingscampagne? Wat vond u daar zelf van? Nou ja, wat ik in ieder geval wilde laten zien zeg maar aan de inwoners van Zoetermeer, dat er, dat na mijn aftreden op 25 januari, dat het gelukkig het gewone leven verder gaat. En dat ik dus zeg maar, niet stil in een hoekje ga zitten afwachten wat er gebeurt. Maar dat ik extra tijd heb zeg maar, voor thuis. Ja. Maar ook extra tijd heb voor de campagne. U bent wethouder, onder andere voor milieu, was u? Ja, klopt. Ik was wethouder zorg ouderen, WMO. Natuur, milieu, duurzaamheid. En in de portefeuille milieu zat ook de milieuhandhaving. Ja. En wat in feite gebleken is dat er een bedrijf in Zoetermeer, Sterigenics, een aantal jaren te lang en te veel ethyleenoxide heeft uitgestoten. Ethyleenoxide is kankerverwekkend, dus daar zijn we met z'n allen heel erg van geschrokken. We hebben meteen ook maatregelen genomen dat dat vandaag niet meer kan gebeuren. Maar tegelijkertijd vind ik het ook belangrijk om uit te zoeken hoe dat is gekomen en bovendien om er ook van te leren, ook in de ambtelijke organisatie en ook zeg maar als bestuurders, dat dit dus nooit meer kan gebeuren. Ja, vooral daar, want ik neem aan, u bent daardoor afgetreden als wethouder, het hele college bungelde, ja. Die gaan nu op een soort rare manier, halfslachtig gaan ze verder. Maar uw vertrouwen in de ambtenaren waar u jaren mee samen heeft gewerkt, moet ook tot een nulpunt zijn gedaald. Ja, wat voor mij echt de druppel was die de MED het overlopen was, een onderzoeksrapport uit 2004. Waarin heel duidelijk beschreven was wat de risico's waren van die afdeling milieuhandhaving. Ja. Ja, en toen dat 3 weken geleden plotslap boven tafel kwam. En ik daar dus ook een rapport lag en conclusies uit 2004. Waarin je eigenlijk de vraag wordt dat als je die stelt van hadden we met die kennis al die problemen bij dit bedrijf in 2006 kunnen voorkomen. Ja, toen ik die vraag eigenlijk heel helder kon beantwoorden, dan denk ik van nou goed, dan is nu ook de grens bereikt van wat ik zelf voor mijn verantwoording wil nemen. Maar ook om aan de omwonenden en aan de inwoners van Zoetermeer te laten zien van ja, het is niet zo dat er bestuurders zijn die de verantwoordelijkheid hebben en die ook niet nemen. Dus toen heb ik ook gezegd van dan stap ik ook op. En ik vind het ook belangrijk om een signaal af te geven aan het ambtelijk apparaat van ja, als er kritische rapporten zijn, ja, wees daar ook open en eerlijk in. En durf je ook wat dat betreft kwetsbaar op te stellen. En we willen dus niet alleen horen waar de problemen zijn, maar laat ook zien wat je eraan doet om die problemen op te lossen. En dat je er uiteindelijk weer sterker van wordt. Nog één vraag daarover en dan gaan we echt naar de toekomst kijken, naar uw partij en de plannen. Zit je nou aangeschoten wild, is de vraag. Nee, of in ieder geval zo voel je. Maar zal de kiezer dat zo voelen? Ja, dat weet ik niet. De afgelopen zaterdag tijdens de campagne in het stadshart en ook op straat in het winkelcentrum. Ja, hoe heb ik het idee dat veel inwoners echt begrijpen waarom ik opgestapt ben. Ook begrijpen dat ik er eigenlijk weinig aan kan doen. Maar dat je daar wel politiek verantwoordelijk voor bent. Dus ik denk dat ik ook een heel helder verhaal heb naar de inwoners en de kiezer van Zoetermeer. Tot zover het verleden, het recente verleden, zullen we maar zeggen. De komende 4 jaar, wat is het motto eigenlijk van het CDA tijdens deze campagne? De motto is veilig, zorgzaam en duurzaam. Omdat we eigenlijk willen dat de stad nog veiliger wordt. Dat we er nu maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat met de aanstaande vergrijzing Zoetermeer ook zorgzamer wordt. En tegelijkertijd duurzaam. We moeten nu maatregelen nemen om het ook in de toekomst goed te houden in Zoetermeer. Maar dat vindt denk ik wel elke partij, of niet? Ja, maar goed, als je dus ons programma erop naslaat, dan zie je wel heel duidelijk accentverschillen binnen de partijen. Ik denk dat wij ook in ons verkiezingsprogramma heel helder ons ook onderscheiden van andere partijen. Ik kwam ook volgens mij tegen dat het CDA heroverweegt of het Stadsforum, het nieuwe Stadsmuseum, er wel of niet moet komen. Ja.
Kunt u daar iets meer over vertellen? Ja, daar kan ik zeker iets over vertellen. We hebben gezien dat de plannen voor een nieuw stadsmuseum, stadsforum of hoe je het ook wil noemen, nu inmiddels zijn gegroeid van 3 miljoen in 2006 naar 10 miljoen in 2010. Ja, en daarvan hebben we gezegd, vooral in deze tijd waarin je dus heel duidelijke keuzes moet maken, willen wij eigenlijk nu niet instemmen met een bedrag van 10 miljoen. We moeten ze heel goed nadenken van wat willen we op die locatie waar nu de Nicolaas school staat. Want dat is wel een hele prominente plek. Daar vind ik ook dat je echt iets moet doen. Wordt er al jaren over gesproken, ja, of niet? Ja, dat klopt. Alleen ja, daar zag je de afgelopen jaren dat het was een soort zwaan kleef aan effect. Het was eerst eerst zou het alleen iets van een zaal worden waar je een debatfunctie kan hebben. Dus waar je zulke soort interviews ook zou kunnen houden over 4 jaar. Maar wat je hebt gezien is dat het langzaam maar zeker is het nu zo groot en zo ambitieus geworden. Ja, dat wij als CDA zeggen van daar moeten we niet alleen goed over nadenken. Maar die 10 miljoen is voor wat ons betreft veel te veel voor dit moment. Die geeft u liever ergens anders aan uit? Ja. Ja. Zoals? Nou, die geven we eigenlijk veel liever uit aan Blauw op Straat. En ze hebben groen in de wijken. Dus Blauw op Straat. We hebben waarschijnlijk ook meegekregen dat we waarschijnlijk via de regio niet genoeg politieagenten krijgen. Nou, daarvan wij zeggen van als je de wijken ingaat en als wijkwethouder kom ik heel veel in de wijken. Dan hoor je dat mensen gewoon Blauw op Straat missen. Dus wat we de afgelopen jaren hebben gedaan is dat we daar handhavers, gemeentelijke handhavers voor ingehuurd hebben. En daarvan zeg ik van dan besteed ik een deel van wat we voor het stadsmuseum zouden besteden liever uit aan extra handhavers, ook voor, met name voor de avonturen, zodat mensen zich gewoon veiliger voelen op straat. Ik hoor nu niet alleen nu, maar ook andere lijsttrekkers toch het heel vaak hebben over de veiligheid of het gebrek aan veiligheid in Zoetermeer. Is het echt zo erg hier? Nou, wat je merkt is dat Zoetermeer is een echte grote stad geworden. En we hebben 121.000 inwoners, dus je krijgt steeds meer grootstedelijke problematiek. En je ziet dat er een soort stuiptrekkingen zijn van de stad, maar ook van organisaties. En of het nou de politie is, of waarbij je eigenlijk die stap ook echt moet maken. Om ervoor te zorgen dat we niet alleen die grote stad zijn met onze ambities, maar ook onze inwoners niet vergeten met dat veiligheidsgevoel. Er zijn nog steeds mensen in Zoetermeer die 's avonds niet meer naar buiten durven. Maar is dat terecht? Is dat een terechte angst of is dat een misplaatste angst? Want de cijfers onderstrepen toch niet dat het hier zo enorm gewelddadig is geworden, bijvoorbeeld? Nee, maar het is een gevoel, of niet? Ja, het is voor een deel gevoel. En voor een deel komt het ook zeg maar, door de verdeling die in de politiewereld wordt gehanteerd. Ja, daar wordt gekeken van hoe crimineel is je stad, hè? Hoeveel onveiligheid is er. Nou, hoe onveilig, hoe meer agenten. Nou, daar doen we ons best hier in de stad en dan worden we uiteindelijk voor gestraft. Ja. Nou, daarvan zeggen wij van, als we dan geen agenten krijgen, dan moeten we gewoon onze eigen handhavers doen. Want ja, dat gevoel van veiligheid, ook al dat heeft eigenlijk niet met statistieken te maken, maar het gaat er meer om van, hebben mensen het idee dat er ook controle op straat is? En ook met name in de avonturen. Ja, en dat hebben we dus afgelopen jaar eigenlijk zien verminderen. We hebben wel een aantal stappen gezet, maar wij zeggen van daar moeten we echt de komende jaren nog meer in investeren. Nog 2 vragen als afsluiting over uw partij en de gemeenteraadsverkiezingen. Op hoeveel zetels denkt u dat het CDA uitkomt? Nou, ik heb de ambitie om de ene grootste partij van Zoetermeer te worden. Dus ene grootste partij, dat wil zeggen dat we in ieder geval een stuk of 7 of 8? Ja, in ieder geval een flinke winst moeten boeken. Maar waarom niet de ambitie om de grootste partij te worden meteen? Nou ja, je moet altijd, je moet helder zijn in je ambitie, maar je moet ook realistisch zijn. Ja. En als je dus naar het aantal zetels van de CDA in het verleden kijkt, dan zijn we hier in Zoetermeer op de jaren 70 en 80, we zijn hier nooit de grootste geweest. Ja. Dus dan denk ik bij mezelf, het belangrijkste is dat het CDA-geluid 1 herkend wordt en dat je daar dus ook straks in de verkiezingen voor beloond wordt. En tot slot, wat kookt u morgen? Morgen? morgen heb ik helaas geen gelegenheid om te koken. Maar als ik zou willen koken, dan is het toch mijn favoriete maal of boerenkool. Iets van rijst of nasi. Okay. Dat kook ik graag. Succes ermee. Vriendelijk bedankt. En succes. Dankjewel.